Hey, welkom bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel hebt kunnen lezen, heb ik een puppy. Of nou ja, ik moet zeggen, wij hebben een puppy, mijn vriend en ik. Ik ben helemaal happy, want dit is echt een kinderdroom die uit is gekomen. Ik wilde altijd al een hond. Ik heb nooit een hond gehad. En nu heb ik er één. Dus dit is de officiële ontmoetingsvideo. Ik wilde eigenlijk het hele proces vast gaan leggen van het moment dat wij hem hadden gekregen. En ook de hele opvoeding van hem. Maar ik merkte gewoon dat ik zo erg in het moment was. Ik heb hier en daar wel wat dingetjes gefilmd met mijn telefoon. Wat snapshots, maar niet echt gevlogd. Dit is Milo. Hij is een corgi. En op dit moment is hij 5 maanden. En hij is huge. Kijk wat een pretty boy. Ik ga hem niet de hele video zo vasthouden, want dat vind ik ook zielig. Maar eventjes voor kort. Hallo. Hij is zo wild. Hij is zo gefixeerd. Hey Milo. Oké, waarom hebben wij voor een corgi gekozen? Ik was altijd al obsessief met corgis geweest. Ik vond het altijd hele leuke beesten. Ze zijn onwijs vrolijk. Althans, laten we zeggen 80-90% van de tijd. Heel eigenwijs. Gewoon hun karakter sprak me altijd aan. En ik had nooit iemand in mijn omgeving gehad met een corgi. Dus ik wist ook niet hoe het daadwerkelijk echt zou zijn. Maar ik had altijd mijn oog op dat ras. Sinds dat ik een relatie heb met Rits, hebben we het altijd wel over honden gehad. Hij heeft in het verleden een Engelse bulldog gehad met zijn gezin. En dus die had wel wat ervaring met honden, maar nog nooit met corgis. En ik zei, ja, maar ik wil heel graag een corgi. Ik weet niet, ik was daar zo gefixeerd op. En op een gegeven moment ging ik mijn research doen. Kwam ik bij bepaalde fokkers terecht. En er was één fokker die er echt uitsprong voor mij. Namelijk Limbons Nest. Niet gesponsord, wel een topfokker. Ik volgde hun heel lang op Facebook. Ik zie allemaal haren van mij heel rondvliegen trouwens. Volgde ze dus best wel lang op Facebook. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar voor. Had ik ze benaderd van, hey, hoe lang is de wachtlijst? Bladibla. Toen zei ze, ja, er is geen wachtlijst. Eerst volgende nestje is ongeveer dan. En ik denk, nice. Nou, even contacten hebben gehad, gingen we langs. En ze zitten in Groningen. Ze zaten voorheen, een paar jaar geleden, in Noord-Holland. Maar nu zitten ze in Groningen. Gingen we daarheen. Gingen we het nestje ontmoeten. En zagen we ons hondje Milo. Ik moet zeggen, ik vond het heel lastig om een puppy uit te kiezen. Want hoe kies je jouw pup uit? En we deden het gewoon op gevoel. Uiteindelijk zeiden we, dit is Milo. En over de naam. Ik had altijd al die naam in gedachten. Van mocht ik ooit een hond hebben, wil ik hem zo noemen. Rits was er gelukkig ook mee eens. En die vond het ook een leuke naam. Dus ja, toen was hij er. Dus op 21 juni 2023 hebben we Milo ontmoet. 4 weken later mochten we hem ophalen. En hij was in die tussentijd ook zo gegroeid. Dat ik echt dacht, hoe kan dit? Nou, oké. Maar het was echt een wereld van verschil. En ik moet zeggen dat ons leven met een hond best wel is veranderd. Want je moet opeens voor een wezen zorgen. Het is een soort van ouderschap. En ik merk dat mijn moederinstinct echt is ontstaan sinds zijn komst. Dus dat is wel iets heel positiefs. Het kost ons onwijs veel energie. Maar ik krijg er ook heel veel energie voor terug. Gelukkig maar. Wat betreft werk hebben we allebei de mazzel dat wij zowel op locatie als thuis kunnen werken. Dus wij wisselen onze thuiswerkdagen af. Nu moet ik zeggen, wanneer we thuis zijn, is werken nog best wel een uitdaging. Want we proberen toch wel met Milo in een bepaalde routine te komen. Alleen dat is nog best wel pittig. Maar alles op zijn tijd en elke dag gaat het een stukje beter. En ik wil er ook even bij zeggen, mocht je ook een hond willen en met name een puppy, zorg dat je tijd hebt of tijd vrij kan maken. En het liefst met iemand samen kan doen. Of het kan je partner zijn, een huisgenoot, het gezin, noem het maar op. Want de eerste paar dagen denk je, oh ja, ik kan het wel aan. Maar het is echt veel. We moeten met Milo
nu nog rond de 8 keer naar buiten. Tussen de 8 en 10 keer op een dag naar buiten. Daardoor is hij ook heel erg zindelijk geworden. Of heel snel zindelijk geworden. Milo is nu nog altijd bij ons. Af en toe is hij alleen, maar we proberen hem wel te trainen om langer alleen te zijn. Ik wil hem echt niet langer dan 4 uur achter elkaar alleen thuis hebben. Vind ik ook niet leuk voor dat beestje. Dus op dit moment is hij nu op zijn langst 2,5 uur alleen thuis geweest. Maar volgens mij heeft hij ook grotendeels toen geslapen. We hebben ook een camera, dat raad ik ook heel erg aan als je huisdieren hebt. Dan kan je hem altijd in de gaten houden. Dat is gewoon heel erg handig. Dan over het opvoeden. Ja, opvoeden is echt wel een uitdaging. Maar op een gegeven moment leer je wel zijn manier van communiceren kennen. Van de manier hoe hij blaft. De manier hoe hij wandelt. Hoe hij doet. En op basis daarvan kan je dan ook weer je eigen acties uitvoeren. Wij merken dat wij heel erg Milo moeten observeren om hem goed te leren kennen. Het is niet zoals mensen dat je uiteindelijk dezelfde taal gaat spreken. Maar ja, we moeten ook hond leren. En dat gaat best wel goed. En ik denk op een gegeven moment zit je er zo in, is het pure gewenning en ja, weet je niet beter. Maar wordt ook gezegd dat het eerste jaar het pittigste jaar is, want je gaat natuurlijk zoveel fases door. Hij zit nu nog echt in zijn puppyfase. Maar ja, binnenkort komt zijn puberfase en dan weet ik veel wat voor fases je allemaal hebt. Maar ik denk, ik zeg de hele tijd over een jaar is het goed, over een jaar is het goed. Maar we proberen hem zo goed mogelijk op te voeden en over opvoeden gesproken. Of nou ja, trainen. Wij hebben op puppycursus gezeten. We hebben niet heel veel trainingen gehad. Want we doen heel veel trainingen gewoon thuis. Maar ik raad sowieso een puppycursus aan. Ook al is het maar voor een x aantal keer. Want je leert toch wel de basics. En het is voornamelijk voor het baasje dan voor de hond zelf. Maar hij komt wel in aanmerking met andere puppies. En ja, het scheelt dat Milo best wel goed is met andere honden. Hij is wel redelijk dominant in de meeste gevallen. Is ook niet altijd goed, heb ik gehoord. Maar hij is niet bang. En daar ben ik wel heel erg blij om. Dus puppycursus raad ik sowieso aan. Hij vond het hartstikke leuk. En wij trainen hem ook eigenlijk dagelijks met kleine dingetjes. En er zijn ook een aantal expectations versus reality momenten geweest. Waarvan ik dacht, oh ja, dit had ik eigenlijk niet zo verwacht. Of had ik anders verwacht. Als allereerst het uitlaten. Ja, er werd altijd gezegd van, een hond moet vaak naar buiten. Maar ergens dacht ik dat het altijd standaard 2 of 3 keer op een dag was. Nee, als pup zijnde moet je wel echt vaker naar buiten. Dat zal iets van 8 keer per dag moeten zijn. En daar schrok ik van. En uiteindelijk is alles gewoon pure gewenning natuurlijk. Dan nog iets anders. Je geduld wordt echt op de proef gesteld. Want ik ben over het algemeen best wel een ongeduldig persoon. Nu moet ik zeggen dat het wel steeds is verbeterd door de jaren heen. Ik ben wel wat geduldiger geworden. Maar echt met het blaffen en het piepen en de benchtraining en alles. Ja, je moet wel een beetje geduld hebben. En het is soms heel erg frustrerend. En het is ook een hele goede ontwikkeling voor jezelf. Dus ja, ik had niet verwacht dat mijn geduld zo erg op de proef werd gesteld. Ik merk wel dat Milo best wel een attitude heeft. Wat soms wel heel erg leuk is. Maar soms ook wel vervelend. En daarnaast is hij ook zo ontzettend luid. Hij blaft niet veel, want ik ken ook honden die bijna de hele dag door blaffen of om alles blaffen. Milo blaft gelukkig niet om alles, maar wanneer hij blaft is dat zo hard dat ik echt denk, hallo, zit er een volumeknop op? Want ik wil het wel best wel even een tandje minder hebben. En dan heb ik ook nog de grootte van corgis onderschat. Want ik dacht altijd, het zijn redelijk kleine honden. Soort van. Het zijn lage honden, dus ze ogen heel klein omdat ze heel erg laag bij de grond zitten, want hun pootjes zijn kort. Maar als je Milo optilt, is hij in de lengte enorm lang en hij is nog niet eens volgroeid. En op dit moment is hij 8,5-9 kilo en hij wordt, ik wil zeggen dubbele, maar dat klopt niet helemaal, maar ongeveer het dubbele. Het ligt ook aan de corgi. Sommige corgis zijn wat zwaarder, wat lichter. Maar een gezonde corgi zal denk ik wel tussen de 14 en 16, 18 kilo zijn. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ongeveer.
Dus hij wordt aardig zwaar. En af en toe til ik hem nu ook op. Weet je, als innie mini puppy kon ik hem makkelijk nog op één arm optillen. En nu heb ik twee armen nodig. En dat is aardig zwaar. Dus het is een goede workout. En corgi hebben. Ik kan nog uren door blijven praten over Milo. Het is volgens mij echt een moederschap dingetje. Van dat je alleen maar over je kind wil hebben. Ik zie het ook als mijn kind. Ik merk ook echt dat ik heel veel om dat beestje geef. En ja, dat ik zoveel om hem weg houden. Ondanks alle minder leuke momenten. Want hij bijt enorm veel. Want hij is flink aan het wisselen op dit moment. Maar ja, ik kan echt niet zonder hem. En hij is een goede toevoeging in ons leven. Mocht je meer doggy content willen zien, dan heb ik ook een Instagram en een TikTok account aangemaakt voor Milo. En daar zal ik van alles erop droppen. Want dan ga ik niet mijn eigen account vol met Milo spammen. Ja, dat was het dan. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hey. Doei! Doei!